Hoe blijf je na je 50ste in vorm? Hoe blijf je na je 50ste in vorm? Zodra je een bepaalde leeftijd bereikt, kan het moeilijker zijn om in een goede conditie te blijven. Maar het is allemaal een kwestie van houding. Zoek een activiteit die jou voldoening geeft en die je in beweging brengt. Mannen en vrouwen moeten hun hele leven gezonde gewoonten onderhouden. Dat zal het mogelijk maken om tot na je 50ste in vorm te blijven, of tot na je 60ste, 70ste of zelfs 80ste. Na je 50ste en na de menopauze of de andropauze is het belangrijk dat je in goede conditie blijft. Dat is nodig om veel voorkomende gezondheidsproblemen te vermijden die in die leeftijdsfase optreden. In dit artikel geven we je enkele tips hoe je je gezondheid kan verbeteren als je ouder dan 50 bent. 50 jaar oud zijn betekent niet dat je oud bent. In het verleden werd iemand die al een gezin had opgebouwd en dicht bij het pensioen stond, beschouwd als oud. Gelukkig zijn de dingen veranderd. Tegenwoordig zijn de jaren rond je 50ste de beste periode om nieuwe routines te beginnen en bepaalde gewoontes te veranderen. Bovendien heeft de medische kennis al een hele stap vooruit gezet. Enige tijd geleden geloofde men nog dat het voor vrouwen een risico was om na de menopauze te trainen of bewegingsoefeningen te doen. Nu weten we dat lichamelijke activiteit goed is voor elke leeftijd. In deze periode van het leven kan lichamelijke activiteit de slijtage door de tijd verminderen. We raden je aan een oefening te kiezen die je graag doet. Het is ook een goed idee om die samen met mensen van ongeveer dezelfde leeftijd te doen. Op die manier werk je niet alleen aan je lichaam, maar ook aan je geest. We raden je bovendien aan om plezierige activiteiten in open lucht te doen. Probeer ook eens een les of een workshop om je geest in vorm te houden en het geheugen en het begrip te versterken. Lees ook dit artikel, op een natuurlijke wijze zorgen voor je geheugen. Hoe blijf je na je 50ste in vorm? Misschien train je al je hele leven, maar het kan ook dat je nog nooit een voet in een sportzaal gezet hebt. Dat maakt niet uit. Als je voorbij de 50 bent, is het erg belangrijk dat je een zekere routine opbouwt en regelmatig oefeningen doet. Na je 50ste in vorm blijven, is geen mission impossible. Voor je met de oefeningen start, raden we aan om met de volgende tips rekening te houden. 1. Beslis wat je doelstellingen zijn. Waarom wil je oefeningen gaan doen? Misschien wil je gewicht verliezen. Misschien wil je je evenwicht verbeteren of bepaalde delen van je lichaam verstevigen. Of misschien is jouw enige doelstelling dat je gezond wil zijn. Nog een mogelijke reden is dat je je geest wat wil leegmaken. Misschien wil je van die stress af of nieuwe mensen ontmoeten. Kies voor een duidelijke doelstelling. Dit zal je helpen om gefocust te blijven op de dagen dat je geen zin hebt om het huis uit te komen. Ga op zoek naar de juiste activiteit. Dit betekent dat je op zoek gaat naar een activiteit die past bij je leeftijd, je lichamelijke bouw, je mogelijkheden en je ervaring. Het is misschien moeilijk, maar je kan het. Probeer ze allemaal uit totdat je de juiste vindt. Je zal doorhebben dat je de juiste training gevonden hebt wanneer je merkt dat je geen enkele les mist.
Zet de oefeningenreeks in je agenda. Beslis vervolgens hoeveel tijd je elke dag of elke week vrij wil maken voor de oefeningen. Je kan bijvoorbeeld je boodschappen combineren met lichamelijke activiteit. Zo hoef je niets op te geven. Organiseer je agenda of je uurrooster goed als je veel andere verplichtingen hebt. Zie de oefeningen als iets plezierigs. In vorm blijven is een project voor de lange termijn. Mis je een dag of twee, dan is dat niet het einde van de wereld. Straf jezelf niet als je op een bepaalde dag geen zin hebt, ziek bent of het regent en je niet naar buiten wilt gaan. Maak dan gebruik van die tijd en breng deze met je familie door. Doe een dutje of bekijk een film. Verander je dagelijkse voeding. Vergeet niet dat het metabolisme van de vrouw na de menopauze vertraagt. Als je dus blijft eten zoals je vroeger deed, dan zal je gewicht toenemen. Die zal je helpen om een dieet op te stellen dat past bij je leeftijd en je behoeften. Bovendien raden we je aan om meer fruit, groenten, peulvruchten en volkorengranen te eten. Oefeningen om na je 50ste in vorm te blijven. We raden je aan om traag te beginnen en met gemakkelijke oefeningen. Punt. Dit geldt vooral als je gewoonlijk niet veel traint, of nog nooit getraind hebt. De volgende oefeningen zijn uitstekend als je ouder bent dan 50 jaar. 1. Wandelen. Dit is een fundamentele oefening en eigenlijk op elke leeftijd aan te raden. Wandelen kun je bovendien is altijd en overal doen. Dat is beter, maar je kunt altijd een rembaan of loopbaan in de sportzaal gebruiken als het koud is of regent. Je kan ook van die tijd gebruik maken om te gaan wandelen met je gezin, vrienden of huisdier. In het algemeen is de aanbevolen hoeveelheid 1 uur per dag. Draag gemakkelijke schoenen en wandel in je eigen ritme. Dansen. Een leven zonder muziek is geen leven. Bovendien is dansen goed voor je gezondheid. In een goede conditie blijven na je 50ste kan een van de leukste dingen ter wereld zijn als je het op muziek doet. Je hoeft zelfs het huis niet te verlaten en dans gewoon in je huiskamer. Het is een uitstekende manier om je coördinatie te verbeteren. Punt. Tegelijkertijd zal het je zelfvertrouwen vergroten en de zuurstof naar het bloed sturen. Wil je hierover meer leren? Dansen om je benen, billen en taaien te vormen. 3. Yoga. Deze oude praktijk is een uitstekende manier om je te helpen na je 50ste in vorm te blijven. We geven hier enkele effecten van yoga. Het verstevigt de spieren, het maakt je leniger. Het verbetert je evenwicht. Yoga voelt als een emotionele therapie. Je kan het zo snel of zo traag doen als je zelf wil. Tijdens de yoga maak je verbinding met je innerlijke zelf. Zwemmen. Zwemmen is nog een activiteit die ideaal is om te doen na de menopauze of na de andropauze. Het houdt je in vorm zonder het lichaam onnodig te belasten. Je zal het lichaam trainen zonder het te beseffen. Dat komt door het effect van het water. Als je niet kunt zwemmen, dan is nu eigenlijk het moment om les te volgen. Bovendien kan je ook genieten van activiteiten die in het ondiepe deel van het zwembad gedaan worden, zoals aerobics in het water. Een ander voordeel is dat de meeste zwembaden in de winter ook open zijn, aangezien ze overdekt zijn. Waardoor de weersomstandigheden geen excuus hoeven zijn om na je 50ste in vorm te blijven door te zwemmen.